Yo, what up gasten en welkom bij afleveringetje 15 van Road to Inter. En vandaag is het een speciale aflevering vanwege drie redenen. De eerste reden is namelijk dat Inter zijn eerste wedstrijd van het seizoen afgelopen zondag tegen Atalanta met 1-0 heeft gewonnen. Het was niemand minder dan Stefan Jovetic die het hele team meenam en uiteindelijk in de 94ste minuut echt kapot laat, wist te scoren, waardoor Inter de eerste punten van het seizoen binnen heeft. Tweede reden is, het is de 15e aflevering. Dat betekent dat we weer dubbele punten mogen krijgen. En we zitten in de finale van de Gold Cup. Dus als we die winnen, krijgen we gelijk 6 punten erbij. Wat zeker niet verkeerd uitkomt voor wat informpjes in het team. En dan de derde reden, als jij dit kijkt op donderdag, betekent het dat het 27 augustus is. En 27 augustus is dan heel toevallig mijn verjaardag. Ik ben vandaag 21. Tenminste, ik spreek het niet vandaag in, ik spreek het een paar dagen terug in. Maar ik ben, als jij dit kijkt, 21 geworden, dus ik heb daar heel veel zin in. En misschien kunnen jullie een soort van verjaardagsluikje achterlaten. Dat zou heel vet zijn. Laten we gaan kijken naar de gameplay van aflevering 15 van Road to Inter. Zoals ik al zei, hadden we de vorige aflevering de finale gehaald. Daar zitten we nu in. We hadden ook nog 3 punten over. Ik had aan jullie gevraagd welke inform ik zou moeten halen. En heel veel mensen hebben een redelijk goed voorbeeld gegeven. Namelijk inform Medel. Die gaan we toevoegen aan ons team. En ik heb niemand minder dan José Mourinho. Natuurlijk, wie anders? Hij heeft met Inter de Champions League gewonnen. Hij moet wel gewoon de coach zijn. Misschien kunnen we met hem ook weer succes bereiken. Maar hij wordt dus toegevoegd aan ons team. We geven hem een lekker contractje. En dan is hij weer helemaal in zijn nopjes. Ik zet Medel zijn inform trouwens wel op CDM. Hij krijgt minder teamgeest. Maar ik denk dat het gewoon een hele goede toevoeging gaat zijn op die plek. We zoeken een potje in de finale van de Gold Cup. We komen tegen iemand die met een Inter-shirt speelt. Dit gaat nog lastig worden. En hij heeft een soort van Juventus-Inter-team. Het enige opvallende speler is inform Giovinco in de spits. Die niet heel veel chemistry krijgt op deze manier. We weten natuurlijk dat ik de spelers bestuur. Maar als dit in het echt was gebeurd, had je gezegd dat Palacio ogen in zijn achterhoofd had. Een perfecte dieptebal op maat zorgt ervoor dat Icardi met zijn 99 heading accuracy de bal lekker langs de keeper kan koppen. Echt een heel sappig balletje van Palacio, al zeg ik het zelf. De volgende kans laat ik wat langer afspelen, zodat je goed kan zien wat ik precies fout doe. Ik wandel Miranda uit positie en vervolgens lever ik de bal heel dom in met Santon. Mijn tegenstander kopt hem naar Giovinco en als allebei mijn centrale verdedigers uit positie zijn, weet hij de 1-1 binnen te schieten. Nog voor de tweede helft krijgen we een kans op de gelijkmaker vanuit een corner. En nee, we scoren de corner niet. Maar er gebeurt een soort vanzelfde situatie als die ik net had. Mijn tegenstander maakt een te gehaaste beslissing. Shaqiri onderschept de bal, paast hem naar Jovetic. En een perfect getimede spin zorgt ervoor dat in één keer 5 of 4 verdedigers het bos in worden gestuurd. En Icardi schiet de 1-2 vlak voor de rust nog tegen de touwen. Altijd een chill gevoel als jij voor de rust scoort. Dat is niet alleen zo in het echt, maar op FIFA ook. Want dat betekent dat het je tegenstanders beurt is om kansen te gaan creëren, om druk te zetten. En als hij dat niet doet en jij uitbouwt, wat heel vaak zo gebeurt op FIFA, ja, dan ben je eigenlijk zo goed als binnen. Vlak na de rust geven we het nog wel bijna weg als ik verkeerd instap met Montoya. Beetje flauw als hij je die animatie geeft. Ik bedoel, je snapt zelf ook wel dat ik hem gewoon wil terugpassen naar mijn keeper en niet heel lomp mijn been uit wil steken. Overigens had ik ook een gele kaart gepakt met Juan Jesus. En normaal meld ik dat niet, maar het speelde een hele grote rol bij deze kans van mijn tegenstander. Spelers zoals Giovinco hebben een ontzettend snelle versnelling. Dus het is, ja, de kans is heel groot dat je verkeerd in gaat stappen. Ik durfde dat dus niet te doen met Juan Jesus. Bang voor die rode kaart, maar daardoor conceden we wel de gelijkmaker in de 87ste minuut. We hebben al heel lang niet een finale verloren of verlenging gespeeld. Maar de kans is natuurlijk heel erg aanwezig dat dat gewoon verlenging gaat worden. Als je tegenstander in de 87ste minuut nog de gelijkmaker weet te scoren. Desondanks dat het zo laat in de wedstrijd is, krijgen we nog wel een aantal goede kansen. Een chip van Icardi raakt net de lat, gaat niet het goal in. En Palacio geeft weer een briljante steekbal, dit keer op Shaqiri, maar hij schiet recht op Buffon. Echt zo van, hoeveel kansen wil je hebben in de laatste 5 minuten van die finale van de Gold Cup? Maar dan, ja, dan krijgen we nog 1 kans. Mauro Icardi neemt de bal echt perfect mee. Chiellini wordt het bos ingestuurd, Buffon komt uit en 99 finishing. Goedemorgen, Mauro Icardi. Hij scoort een hat-trick in de finale en die is ook zo belachelijk belangrijk. Want we spelen natuurlijk voor dubbele punten. Dus als we nu niet hadden gescoord en hadden verloren, hadden we iets van 4 punten misgelopen. Maar dat gebeurt niet en dat is natuurlijk ontzettend gunstig. Want ik denk dat we het van dit soort afleveringen moeten hebben. Van die 20ste aflevering die eraan komt en die 25ste. En wie weet hoe ver dat nog moet gaan. Want nu pakken we dus in 1 keer 6 punten met een finale. Dat zijn 2 informs. En met die legends gaat het echt moeilijk worden. 4 punten per legend.
Ja, daar kunnen we nog een hele tijd mee bezig zijn als het niet snel gaat. Deze succesvolle reeks van overwinningen in de Gold Cup gaan we voortzetten. We gaan weer opnieuw de Gold Cup in met hetzelfde team waar we net in van Handanovic aan hebben toegevoegd. En in de ronde van 16 komen we tegen dit BPL-team. Erg solide BPL-team, goede namen erin, aanvallend sterk, defensief ook heel sterk. Dus dat kan misschien nog problemen gaan veroorzaken. In deze wedstrijd was het vooral Shaqiri die aan de beginfase erg dreigend was. Een chip gaat helaas net op de lat, ik mag de magische woorden niet zeggen. Daarna is het een vrijtrap van Guarin die ook niet op goal is. Moet iets beter met onze kansen omgaan, want de rust zit er al bijna aan te komen. Maar dan is het diezelfde Shaqiri die de run van Icardi ziet. En Icardi komt met een klein beetje geluk de bal via Courtois in het netje schuiven. 0-1 op voorsprong, vlak voor de rust. Ik heb het al gezegd deze aflevering, maar het is altijd chill om met een voorsprong de rust in te gaan. Nou ja, een 0-1 voorsprong is chill, maar een 0-2 voorsprong zou natuurlijk veel chiller zijn. Goed werk van Jovetic aan de bal. Die gozer is zo agile, zo behendig aan de bal. En het is mijn tegenstander die een eigen doelpunt scoort. Heel zonde als zijn verdediging hem niet had aangeraakt, had Courtois hem waarschijnlijk gehad, want Palacio was daar nooit bovenuit gekomen. En wat je dan misschien opvalt is dat ik geen clips van mijn tegenstander heb laten zien, maar dat klopt, hij heeft ook de hele wedstrijd geen één schot op goal gehad. Alle kansen kwamen vanaf mijn kant en dat was ook mijn bedoeling om dat in de tweede helft op dezelfde manier te doen. Palacio loopt 1-1 op de keeper af, Courtois zet een paar stappen naar voren en would you like some salt with those chips? Rodrigo Palacio, de man, de mid. De legend, wat je ook maar wil. Maar goed, hij scoort een 0-3. Iets later pakt Guarin de bal op. Body feint langs Mangala, schieten met zijn linkervoet achter Courtois. De overwinning was al zo goed als zeker, maar het is leuk om te zien dat Guarin ook nog op de scoorderslijst komt. Vervolgens heeft Courtois dus aan Palacio verteld dat hij België best mist. En dat het zo lekker vond om Vlaamse frietjes te eten met heel veel zout, maar dat hij dat in Engeland niet heeft. Dus Palacio die besluit hem gewoon te helpen. Die doet daar niet zo heel erg moeilijk over. Chipt hem nog een keer. En daarmee eindigen we ook deze wedstrijd. We winnen met 0-5. Een erg comfortabele overwinning in de eerste ronde van de cup. We hebben dus 2 punten gekregen, omdat de punten dubbel tellen. We hadden er nog 3 over, dus we zitten op 5 punten in totaal. Wat zeker niet verkeerd is, nog 1 wedstrijd winnen. En we kunnen de laatste inform Vidic unlocken. Want wat je net zag, is dat we Hernanes hebben unlocked. We hebben een bijna geheel inform middenveld. Sterker nog, dat kunnen we doen als we Shaqiri wisselen voor Palacio. Maar ja, wie gaat nou een man die zo inform is op de bank zetten? Dan ben je wel heel dom bezig. Inmiddels hebben we een tegenstander gevonden voor in de kwartfinale van de Gold Cup. En we komen tegen niemand minder dan onze favoriete tegenstander Cristiano Ronaldo. En daarnaast heeft hij nog een heel goed gebalanceerd team. Team of the season, De Gea op goal, Kompany en Ramos is natuurlijk gewoon een perfect duo om in je verdediging te hebben. En daarnaast Touré die het hele middenveld in bedwang kan houden. Maar er was iets deze wedstrijd. Er was iets raars aan de hand. Of tenminste, er was niet iets raars aan de hand, maar het was redelijk positief. Kijk, soms heb je er wel eens dat je dan wakker wordt en dan doe je haar en dan denk je... Jezus, wat zit mijn haar goed zeg. Of dat je dan nieuwe kleren hebt gekocht en dat je denkt, man, dit staat echt heel lekker. En dat had ik met mijn passing. Ik begon dit potje en ik denk, holy fuck, wat is er met mijn passing aan de hand? Het is echt geniaal. We komen er in eerste instantie niet door, maar we pakken zijn bal op met Juan Jesus. Dan beginnen we weer de hele sequence opnieuw. Medel naar Icardi, naar Jovetic. Jovetic ziet Icardi rondlopen. Icardi staat ineens voor de keeper en Team of the Season, De Gea is kansloos. En we scoren binnen 3 minuten de 0-1. Sergio Ramos heeft natuurlijk high-medium work rates, dus als mijn tegenstander hem uit positie loopt, duurt het wat langer voordat hij zichzelf terugplaatst. En dat is dan eigenlijk de reden waarom ik zo vrij stond met Icardi. De tweede kans begint weer met een subtiel diepteballetje. Ik wilde eerst een schot lossen met Guarin, maar dat lukte niet. Toen zag ik Palacio opeens vrijlopen. Lekker diepteballetje hoor. En De Gea is weer kansloos in goal. Als je al zo vroeg in de wedstrijd op 0-2 voorsprong staat, zegt het in principe wel wat over jezelf, maar ook heel veel over je tegenstander. Hij paast hier ook de bal in de voeten van Jovetic, die hem helaas net aan de verkeerde kant van de lat weet te chippen. Dan is het mijn tegenstander die een kans krijgt. Ik wilde meelopen met Juan Jesus, maar ik hef daardoor eigenlijk alleen maar het buitenspelval op. Maar gelukkig is daar inform Handanovic de beste keeper van het spel. Heel veel mensen zijn het met me eens. Gaat maar een andere YouTubers vragen, want wat een lekkere redding. Hij steekt precies op het goede moment zijn been uit, waardoor Ronaldo hem niet binnen kan schieten. Het is best grappig dat ik zeg dat Handanovic de beste keeper van het spel is en hij vervolgens dit doet. Dat ligt natuurlijk aan mezelf en een beetje aan EA, want het is heel raar dat de keeper de ene keer de bal wel wegschiet en de andere keer neemt hij hem aan en schiet hij hem niet weg, terwijl er wel een speler voor hem staat. Maar gelukkig komen we met de schrik vrij. De statistieken in de rust kloppen niet helemaal, want mijn tegenstander had natuurlijk wel een schot op goal gehad. Maar wij zitten wel op de meeste kansen deze wedstrijd. We gaan proberen in de tweede helft die score gewoon uit te bouwen, zodat we weer 2 punten pakken uit deze wedstrijd. In de tweede helft werd het eigenlijk een soort van battle of the keepers. De Gea redt echt een paar kansen die er gewoon in hadden moeten gaan. Hier een schot van Medel die dat niet op goal gaat, omdat hij niet de beste schutter is. Vervolgens krijgt mijn tegenstander een kans die heel goed wordt gered door Handanovic. Het lijkt precies op het juiste moment, maar helaas kon hij aan de volgende kans niet zo heel veel doen. Suarez neemt hem belachelijk goed aan op zijn borst en weet hem met zijn linker in de korte hoek te schieten. 1-2 voorsprong met nog 12 minuten te gaan.
dit moeten we echt niet uit de handen gaan geven. Het zou zonde zijn als je zo'n wedstrijd verliest omdat je zelf je kansen niet afmaakt. Maar een goed teamgoal hakje van Icardi op Guarín en Palacio weet hem dan uiteindelijk binnen te rollen. Maakt niet uit, als hij er niet was ingegaan hadden we een penalty gekregen. Want De Gea maakte een overtreding op Palacio. Doet er allemaal niet toe. Hij scoort hem desalniettemin. En we staan op 1-3 voorsprong in de 80ste minuut. Hij heeft er 78 minuten gedaan om een doelpunt te scoren. Dus ik denk niet dat hij er nog 2 gaat scoren in de laatste 10 minuten. Dat gebeurde gelukkig niet. Wat nog wel gebeurde is dat wij zelf nog een treffer weten te scoren. We krijgen de bal met heel veel geluk mee met Icardi. Die hem dan in open goal weet binnen te schieten. De overwinning was al zo goed als zeker. Maar het is altijd leuk om zijn doelsaldo nog wat te verbeteren. We hadden nog 2 punten over van de vorige wedstrijd. Nu krijgen we er 2 punten bij. Want we hebben weer gewonnen. En dat betekent dat we op 4 punten zitten. En laat 4 punten nou precies genoeg zijn om de laatste inform die we nodig hebben toe te voegen. Inform Vidic, ik denk dat ik die misschien wel een paar keer moet gaan gebruiken, want anders zou dat heel onredelijk zijn tegenover hem. Dit betekent dus wel dat we alle informs hebben gecomplete en we de volgende aflevering kunnen beginnen met Legends. En dit is dan ook het einde van de aflevering. Mensen, je wordt heel erg bedankt voor het kijken. Dat verjaardagslikeje wordt echt gewaardeerd. Dankjewel daarvoor. Je kunt me volgen op Twitter en op Instagram. De links daarvan staan in de beschrijving. En voor de rest check ik jullie allemaal later bij de volgende aflevering van Road to Inter.